Dat was goed, man. Dat handje erbij. Dang! Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, het maakt niet uit hoe we het maken volgens mij. Hoor. Ik zit aan de overkant te kijken, dit gaat mis. Hola chamos en chamitas, het einde van het jaar is nabij. Maar niet voordat we nog één keer gaan strijden in de keuken van Beter Dan Je Moeder. Dat betekent flamberen, sauteren, bakken, braden, snijden, smeren. Alles wat je maar kan bedenken. We gaan nog één keer achter de pannen voordat het jaar voorbij is. En we doen dit, man. Let's cook. Natuurlijk weten jullie dat ik dit niet alleen doe. Hij is er vandaag ook weer bij. Mijn steun, mijn toeverlaat, mijn rechterhand. Ja, ja. De man die alles kan. Pakken dan? Della. Alles goed? Lekker man. Lekker. Ben je er ready voor? Sowieso altijd. Wat is met je aan gebeurd? Ik heb mezelf gebrand man, tijdens het koken. Maakt niet uit, dat is fire spirit. Vandaag verandert deze keuken in een kickboxring. Want vandaag zijn we uitgedaagd door twee mannen waar wij totaal niet bang voor zijn. Dat zijn namelijk... Prepared to die in the ring, so it doesn't matter what's gonna happen. Nothing! Bertel Bruna! Lekker broodje? Lekker broodje, man. Lekker broodje, man. Smakke hand, man. Lekker broodje, man. Boys, kunnen jullie koken? Jawel. Zeker. Dit kwam weer twijfelachtig uit. Ja, jawel. Nee. Wij kunnen gewoon koken gaan. Zeker? En wat wordt het vandaag? We koken altijd van woede. Maar wat wordt het vandaag? Met wat we gaan winnen? Kijk even. Huppa. Runderrollade. Ja. Lekkere gedroogde fruit. Rollade. En iets zegt mij dat jullie dit nog nooit hebben gemaakt. Dit is mijn moeders recept, man. Je moeders recept. Ja, je moeder heeft het gemaakt. Heb jij het gemaakt? Dat is de vraag. Boys, nou, laten we het gewoon eerlijk houden. Ik wil niet met jullie matten. Gaat ook niet gebeuren. We gaan gewoon winnen. Ja? Nee. We gaan het zien, man. Let's go. Ik ben zeker fan van de feestdagen. Waarom? Omdat het, ja, familie komt helemaal bij elkaar, iedereen komt bij elkaar. Lekker eten, lekker kletsen. Waarom we rollade wilden maken, dat is iets wat we eigenlijk nog nooit gedaan hebben. Dus dan ben je echt helemaal uit je comfortzone. Zo, volgens mij zat er nooit vulling in de rollade. Ik heb ook nog nooit met vulling. Nee, toch? Nee. Trouwens, ik weet helemaal niet hoe rollade werd gemaakt. Let's get it. Wow. Is hij aardig niet, bro? Hij staat warm houden. Hey boys, hebben jullie geen gevoelige plek? Dat wanneer je ergens wordt geraakt, dat je gewoon don bent, gewoon direct. Ik heb geen gevoelige plek, maar veel vechters hebben wel een gevoelige plek. Dat is meestal de lever of de plexus. Volgens mij, ja. Bij mij is het gewoon overal, man. Ik heb de plexus. Als ik word geraakt, ben ik don. Moet ik laten zien? Plexus? Nee. Je moet hem op een bepaalde manier snijden. Dat is heel belangrijk. Dat is belangrijk natuurlijk. En dan moet je hem ook we hebben hem eerst gemasseerd. We hebben eerst insnijden. De plexus gemasseerd. En nu moet je hem insnijden. En dan snijd je hem naar de zijkant. Je moet hem rollen toch? Ik denk iets verder hoor jongens. Nee, zoals goed, zoals goed. Doe jij goed. Maar gewoon jouw ding. Laten wij die van ons gewoon doen. Dan leggen we de vlees allemaal open. En dan zetten we de nootjes en de gedroogde fruit zetten we erin. De nootjes in de pan. Waar zijn de nootjes? Ja, zo. Ja, maar niet precies zo jongens. Nee? Hoe dan? Of goed de olie in. Ik blijf dit zeggen, ik zeg het elke keer weer. Haastige spoed is zelden ja, goed. Ja, gewoon relax. Neem rustig de tijd. Neem kijk tijd. Gewoon hoe je het moet maken. En dan komt het goed, man, boys. Zie je wat voor informatie ik jullie geef? Ik zit nu iets te zoeken, zeg maar. Waarvan ik weet dat mijn rollade gewoon mooier gescrasd kan worden. Toch? En dan pas ga ik kijken hoe de. Wat ik ga doen met rozijnen en noten. Jullie staan vaak in de ring. Moet sterk zijn. Veel energie hebben. En dat. Wat zoek je hier allemaal naar? Ik moet even wat pakken. Je hebt de zwarte peper al gevonden toch? Wat is zeg maar het beste om te eten, om gewoon op level te zijn? Want Della wil zeg maar net als jullie zijn. Dus wat zou je Della aanraden? Heel veel eten. Nee. In principe zijn de dag van het gevecht zijn natuurlijk koolhydraten heel belangrijk. Snap je? Dat is iets dat zet je lichaam heel snel in energie. Ja, want ik zit te twijfelen, ik hoor soms vlees, dan vis. Nou, vlees dan... is heel zwaar. Vlees is zwaar, dus ga je in kakken. Ik doe zeg maar meestal een pasta tomatensaus, eigenlijk moet je dan zonder vlees. Geen gehakt, ook als je, zeker ook als je heel veel hebt moeten afvallen, snap je? Skada, ska, 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 ska,
Koedepoem. Ja! Ja! Je kan me ook vanaf daar vragen wat je wil hebben. Ja. Ik geef het je gewoon, man. Allee, hoef je niet te horen. Jullie, ik zag dat je heel bezig was met je zout en de peper. Ja. Dus ik denk, laat je gewoon eventjes gewoon... Nee, je kan me gewoon vragen, man. Ik geef het je gewoon. Ik ben geen Melvin. En met andere woorden zeg je, Melvin is gewoon gierig. Hoor je dat, Melvin? Wat? Dan zeg hij, je bent geen Melvin. Ik ben nu eventjes diep eventjes in de focus, want nu ga ik echt een beetje, want er wordt te veel gepraat, wordt te weinig gewerkt. En aan het einde van de rit heb ik nog steeds niks op vuur. Weet je, en ik wil gewoon echt winnen. Is er al eerder rollade gemeen, je noten branden? Nee, dat moet, dat is goed. Nee, jongen. Is er al eerder rollade gemaakt, zeg maar, iemand in jullie omgeving? Heeft iemand in jullie omgeving? Als je er is, moet je gewoon opletten, bro. Ik heb net op die nootjes. Ja, we hebben nog, we hebben nog. We hebben nog, hier. We hebben nog genoeg. Ja. Eerst even goed, eerst even alles. Zo gaat die pulbak te fik, man. Deze man speelt alles erin, jongen. Niet zoveel, gozer. Ja, zoals goed gaat. Zo is goed, jongen. Ik ga het gewoon freestylen. Dit gaat allemaal om smaak. Dit programma draait om smaak. Zolang het goed proeft in je mond, is het goed. Is alles in orde. Dat gaat nu gebeuren. Wat de fuck zijn jullie aan het doen daar? Ik weet het ook niet, bro, maar... Je weet het wel, gewoon. Je moet gewoon, het staat je gewoon het wel daar. Niet doen. Oh, die wordt, focus. Okay, goed. Dan we weten alles. Daar. Elke stap wat we doen, weten wij. We hebben een heerlijk recept geschreven. Nee, dus we gaan het gewoon volgen. En we moeten niet meer twijfelen, gewoon volgen. Oké, even een test voor jullie, jongens. Hoor je dit? Ja. Huh? Roze Marijn. Roze Marijn. Okay. Dankjewel, vriend. Dat handje erbij. Dank! Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, het maakt niet uit hoe we het maken volgens mij. Man. Ik zit aan de overkant te kijken, dit gaat mis. Laten we ons gewoon ons ding doen, nog spang. Ja, nee, niet nadoen, hè? Nee, klopt. Als je het niet in de oven niet doet, nadoen. In die rollade. Niet nadoen, want het is niet is goed. Goed. Oké, okay, daarom zeg ik. Ik ga dit niet nadoen, anders ga je gewoon bossen. Oké, okay, goed. Niet ja, goed. Ja, goed. Ik ga je gewoon bossen. Ik ga gewoon bossen als je het doet. Ik heb me niet schelen. Het staat op de camera, ik sloop hem gewoon als je het doet. Als jij het zelf doet, kaas, jongen, ik zweer het je. Ik doe het echt niet. Niet zo. Oké, okay, goed zweren, zo. Nee, je kan het niet doen. Je kan het niet meer doen. Nee, je hebt gelijk, nee. Ik ga echt iets anders doen. Ja, doe jij het anders. Laat ons gewoon ons ding doen. Nog spannend. Hoppa. Er moet nog een knoop door, denk ik. Ja, daarom. Oké, weet je wat? Laten we dit snel doen. Ik zit het gewoon erop te zetten en ik heb het gevoel dat iets niet klopt. Want het ziet er een beetje droog uit. Volgens mij mis ik iets. Pak hem, eronder. Ja, zo. Maar hoe de fuck gaat deze knoop? Ja, gewoon knopen. Knopen, zoals schoenveten knopen. Nee man, echt niet. Nee, gewoon alleen knopen. Gewoon nee, knopen en dan trekken. Ja, ja, trek hem aan dan. Nee, hij deed je wil niet luisteren? Oké. Okay. Nee, hij deed iets raars. Gozer, oké. Okay. Ik heb het net gedaan, je ziet klap. Het, bij ons zit hij er goed in. Klap, klap. Ja, zie jullie dat jongens? Ik weet het ook. Dat doe gewoon. Dat is wel veel, nee? Ja, het staat er toch? Ah, ik weet het nou niet meer hoor. Kom, gewoon doen man. We zien het wel. Ik heb zoveel zelfvertrouwen dat, die van ons, dat onze rollade beter smaakt. Dat ik niet eens. Wat stress om die saus? Dat ik niet eens stress om de saus. Ah, dit gaat niet goed, Della. Nee, shit. Dit is belangrijk, die Beatles, hè? Ja, de kleine. Wat ik bedoel? Het is stil aan de overkant. In het kickboxen hoor je dan ding dong. Ding dong. En dat is niet geweest. Oh, dat hoor je helemaal niet bij kickboxen, dat is de deurbel. Hé, hey, nee, kom nou. Bij kickboxen hoor je echt geen ding dong. Oké. Hoor je de bel, maakt niet uit. Maar je bent al te laat. Zijn jullie tevreden? Ja, we zijn heel erg tevreden. Ja? Ja. Over de opmaak ook? Ja. Zo'n blaadje over een paar rozijntjes? Ja. Ja, heel tevreden. Heel tevreden. Zeker. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, dit lijkt meer op iets wat je gewoon op een barbecue gooit.
En dan moet je het maar gewoon ermee doen. Mm-hmm. Zie je dit? Dit is wat de rollade is. Het rolt. Het ziet er gerold uit. Het ziet er wel een beetje rood uit en het lijkt wel een... Oh, weet je waarom? Het lijkt is medium rare. Medium rare. Ja, het lijkt ook wel het saus van een rotti saus. Gaan we gewoon de jury erbij halen en dan gewoon... Ik wil erbij halen. Want ik weet dat jullie dit zouden bestellen in een restaurant. We gaan gewoon de jury erbij halen en dan zien we wie heeft gewonnen. Yes! Oh! Ja, dit is dan weer vals. Dit vind ik dan weer vals. Ja, oké. Hi, Denise. Hi. Hi. Even voor de mensen daar, kijk, wij weten wie je bent, maar voor de mensen die misschien niet weten wie je bent, kan je even zeggen... Ja. Ik ben Denise Kiewels en ik ben zesvoudig wereldkampioen kickboksen en MMA-vechter. Nou, als ik eerlijk ben hoe het eruit ziet, denk ik toch wel dat dit heeft wel een beetje meer voorkeur, want ja, ik weet niet, dat lijkt een beetje... Nou, dit is al doorgestoken, kijk. Nee, laten we, het gaat om laten de smaak, we even doorgaan naar het proeven gewoon. Oké. Okay. Dan... Ook lekker een rozijntje, tikje erop. Is ook lekker. Ja, dat hoort in de rollade te zijn. Nou, ja, maar dat is zo goed. Zoet-zuur hoort het te zijn, hè? Dat is ook de bedoeling, hè? Van de opdracht. Dus dan weet je het alvast. De opdracht was zoet-zuur? Wat praat je nou? Dat was het helemaal. Jullie hadden gewoon een zure saus gemaakt. Nu was dat de opdracht opeens? Nee man, kom op man. Nee, dit smaakt goed hoor. Nee, maar laat het wel voor de gek houden. Eerlijk, wel een klein beetje taai. Maar wacht even, doe eerst even je mond spoelen kan met cola. Kijk, omdat je een sportvrouw bent, weet je, hebben wij cola en we hebben geen wijntjes en omdat het overdag is, weet je. Ja. Want dit is gewoon een cola. Wij dachten van je bent een sportvrouw, dus wij brengen gewoon water. Kijk, voor je. Ja. Kijk, dat wou ik net zeggen. Kijk, we hebben cola bij. En jullie noemen jullie zelf sportmannen, heren. En geven er cola en niet eens zero. Kom maar, man. Waar is je water toch, jongens? Oké. Oké, nou moet ik een keuze gaan maken nu hier? Ja, een beetje kijk, onderbouw. Dit zag er beter uit. Maar als ik dan toch voor de smaak... Oh, ja. God. Ja, maar ook, ja, dit kijk, zag er, dit moet zag het wel een smaak. Beetje zoals onze... Kijk, ja, als ik toch echt... En het gaat uiteindelijk om eten met de smaak. Met dan smaak. Kies ik toch wel voor jullie. Oh. Er kan er maar één de winnaar zijn en in dit geval twee, want ik ben sowieso met Della. Heren, sorry, ik vind jullie nog steeds gewoon coole gozers. Ja. Als jullie een keertje in de ring durven te komen met ons, is dat geen probleem, regel dat. Schattenbouw, dankjewel, je bent een eerlijk persoon. Mensen, jullie zien het. Dit is de laatste aflevering voordat we in een nieuw jaar gaan. Ik hoop dat jullie genieten van het nieuwe jaar. En ja, love man dat jullie kijken. Blijf commenten, liken, subscriben en al dat soort dingen. En wacht op de volgende aflevering van Beter dan je moeder. Want wij blijven het beter doen dan je mamsie. Easy.